Hallo allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Cedrie, dus vergeet geen blauw duimpje omhoog. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rennen en zeilen. Ik ga nu nog eerst tanken. Daarna ga ik winkelen. Want ik ga vandaag macaroni met kaas en hest klaarmaken. Yummy, yummy, yummy. Dus, En we hebben nog wel goed nieuws terug binnengekregen. Dat is, hoe moet ik het zeggen? Dat we elkaar nog mogen zien. Dus wel op 1,5 meter afstand of 1,50 meter. Dus, komt wel goed. We hadden het gisteren echt heel moeilijk, dus daarom dat we ook die speciale vlog hebben ingelast. En ja, de vlog die dan zaterdag is online is gekomen, die is van donderdag. Dus een klein beetje een wisseling in vlogs. Kan dus gebeuren. En ik had hier ergens ook nog een zakdoek. Oh ja, die heb ik in mijn tasje gestoken. Want ik heb een klein beetje een loopneus. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo, en geniet maar van de onride! Ik ben nu terug buiten bij de winkel. Ik heb dus niet één, niet twee, maar drie keer hesblokjes gekocht. Dat eten we heel graag bij de macaroni met kaas en hes. Twee keer geraspte kaas, bloem en dan nog eens voor mij, oh, die heerlijke Coca-Cola. Jawel, oh, dat gaat heel lekker smaken. En nu de kijkers terugbrengen, want er staat een hele rij te wachten buiten voor te kunnen gaan winkelen. Dus ik ga die niet op hun laten wachten. Zo, ik zal zeggen, geniet van de onride. En ja, ik heb mijn badge vergeten vandaag aan te zetten. Maakt niet uit. Dus ik ga nu terug richting appartementje en dan daar straks beginnen met de macaroni en kaas en hesp. Ik ga het weer al lekker smaken. Tot zelfs, ik geniet maar weer al van die heel korte onride. Deze onride zal ik dan niet versnellen. Dus jullie horen mijn stem. Dus ik verlaat nu de parking van de OK. Waar ook redelijk veel mensen staan te wachten. Voor u zit je Avia of AV. En ik ga hier nu een camion doorlaten. Die nu in beeld komt. Voilà. Dan nog in een auto die iets bezig was dingen, want die heeft een kleine manoeuvre moeten uitvoeren. Dan zit je hier opnieuw die spandoek van Alke Samen Sterk 3570. En dan komen we hier het Alke Dorp binnen. En dan hier ook nog een verzekeringskantoor van de KBC. En dan komen we hier ook nog voorbij de fruitkorf en Darkes kleurt je leven. En dan komen we ook voorbij het kraantje. En dan gaan we zo al voor u ziet, waar nu ongeveer die een auto is. Daar is Kristal Alke. En, of Alke Maas. Die ook al redelijk lang al bestaat. En dan nu voor ons zit je het hele oude gebouw van de Rijkswacht. En dan rijden we langs de tennisvelden.
tennisvelden van tenniscentrum Alken. En je ziet, fietsers moeten niet op de fietspad rijden. Daar zie je ook op mijn beelden. Dan komen we hier ook nog voorbij het voetbalveld. Dan een manoeuvre. Een verhoogje. Een drempel. Dat was ik aan het zoeken, een drempel. Hier passeerde eerst een kabinetje. En dan zie ik de eerste appartementsblok. En dan zijn we weer op Pekan thuis. Voilà, ik rij nu richting mijn parking op. Ik zie dat ook iedereen thuis is. En de kat is ook weer op van de partij. En zo parkeer ik dan. Hop, ik wil dat ik op die drempel kan nu staan. En dan nog eens een keer manoeuvreren. Voilà. Dan stap ik weer al uit. En dan ben ik weer al aangekomen op mijn appartement. Zo, dan moet ik wel alles nog uit mijn wagen nemen. En mijn koffer natuurlijk. Voilà. Het is een beautiful day! Let the sun shine! Dat het deugd, die zon. Oh. Ik ben toch een zotteke, hè, mensen? Ik ben toch echt zot, hè? Ik weet het. Allee, tot ziens, want ik pak mijn bak altijd met mijn pink vast en dat doet pijn. Tot ziens. Zo, mensen, weer al op het appartementje aangebroken. Heb ik alles al klaargezet voor de macaroni met kaas en hasp. De eerste. Hoele, hoela. Zowel ik heb de maatbeker al klaargezet. Hoele, hoela. Ik heb ook de macaroni al klaargelegd. Hoele, hoela. Ik heb ook de bloem klaargelegd. Hoele, hoela. Niet één, niet twee, maar drie hespedootjes. Hoele, hoela. En dan hebben we nog het laatste ingrediënt. Dat is de geraspte kaas. Hoele, hoela. Hoele, hoela. Hoele, hoela. Ja, schatje? Een schatje wou ook nog iets zeggen? Of niet? Hoe komt het dat jij zo vrolijk bent vandaag? Ik ben zo vrolijk, zo vrolijk. Omdat ik het goede nieuws van gisteren nog heb gehoord, hè? Ja, zeg dat maar tegen de kijkers. Ah, oké. Dan ga ik even langs mijn schatje zetten. Ja, kijkers, we hebben ontzettend goed nieuws ontvangen, hè? Eerst hadden we slecht nieuws ontvangen gisteren. Dat ik 2 weken niet naar Dimitri mocht gaan in de weekend. Maar omdat ik niet getest kan worden op corona, doordat ik geen symptomen heb, mag ik bezoek ontvangen in de tuin. Maar ik heb wel 2 weken huisarrest. Plus in 2 weekenden. Maar Dimitri mag dus wel komen naar mij. En ook wie ook nog? En mijn mama. Voilà. En daar is zij ook heel content. Oh, oh. Ja, ik ook. Maar jij ook, want jij kan mij niet missen. Nee, want ik heb echt geweend, hè. Ja, ik heb ook echt geweend waar mijn begeleiding bij was. Maar ik kon dan niet voor de camera. Maar we zijn nu wel al een pak gelukkiger dat we toch nog elkaar kunnen zien. Ja. Dat ze niet al sowieso al 3 dagen opgesloten zit op haar kamer. Ja, dat was ook nog zoiets. Ik moest coronatest gaan doen en dan moest ik 3 dagen op mijn kamer gaan zitten. Totdat ik de uitslag had of ik corona had of niet. Maar omdat ik niet kan getest worden op corona, omdat ik geen symptomen heb, heb ik huisarrest gekregen, mag ik alleen buiten in de tuin en voor de rest moet ik thuis blijven, dus binnen. De komende 2 weken? Ja.
En dan ben ik, ja, omhoog van. Dan hoor ik ook al de kijkers ook al vragen. Zeg, ja, hoe moet je dan eigenlijk als jij op gestoten zat op je kamer of tegen de komende 3 dagen? Hoe gaat je eigenlijk dan naar de wc en eten en drinken? Daar had mijn begeleiding een oplossing voor. Dan zouden mijn meetbewoner onder naar de wc kunnen gaan. Of ik. En ofwel ik boven, mijn medebewoner bij de wc onder, ik bij de wc in de badkamer, ofwel andersom. En hoe gaat het dan voor douchen? Dat weet ik niet. Oei. Hebben jullie 2 douches of 1 douches? 1. Daar moet dan ook nog een oplossing voor gevonden worden. Ja. Maar ik denk, als je gedoucht hebt, dat je het gewoon moet ontsmetten en dat dan uw medebewoner daar dan ook terug kan gaan douchen. Ik denk dat het zoiets gaat worden. Ik weet het niet, we zullen wel zien. 9 van de 10 kans gaat zoiets zijn. Dus, maar ik ben wel blij dat ik mijn schatje nog wel kan zien en al. Nu kan ik hem nog knuffelen en dan mag het even niet meer. Ja. Dan gaan we missen, hè. Maar... mijn mama zei... Maar. Mijn mama zei, je kunt vragen aan de begeleiding of je een knuffel en een kus mag geven als je binnenkomt en wanneer je weggaat. Dus dat we dat niet helemaal moeten missen. Oké. Dat kunnen we vragen, hè. En als het dan nog niet mag... ja. Dan is dat zo. Dan moet ik er nu van profiteren, hè. Je ziet het wel, hè. Tjoe toch. Nee, dus het komt goed tussen ons. We waren gisteren ook even down. En ook nog eens excuses dat die vlog wat slecht is gemaakt. Want dat was een one-take shot genomen. Dus ik heb niet achteraf het muziek er toegevoegd. Ik heb die rechtstreeks toegevoegd, waardoor dat ik die ervan mee kon uithalen. Bij deze mijn excuses ervoor, want we hebben daar ook reclamaties over gehad. Dat de muziek te luid stond. Dus ik hoop dat jullie het wel verstaan hebben, maar waarschijnlijk niet. Dus nu weten jullie wel wat er aan de hand was, omdat we het nu in de vlog hebben gezegd. En we gaan dat ook nu op Discord vermelden, dat wij dat mogen. Maar wel alleen in de tuin. Dat zouden we dat ook weten in het Discord-channel. En dan hebben we het ook in de vlog gezegd. Ja, oké. Okay. Deal. Allee, mensen, tot ziens. Discord van kijkers. Dit is een speciale video voor Discord alleen. Wij moeten wel iets melden. Er is goed nieuws uit de bus gevallen, hè, schat? Ja, laat ik het zo zeggen. We mogen wel afspreken. Ik heb huisarrest als ik terug thuis ben. Maar we mogen afspreken in de tuin. Omdat de dokters mij niet kunnen testen op corona, omdat ik geen symptomen heb, heb ik huisarrest gekregen van de overheid. En dat wil zeggen dat ik niet meer uit huis mag, maar wel nog in de tuin. Dus bij andere woorden, ik kan dus haar toch nog wel zien en al. En ik ga ook via deze weg ook van mijn vlog, even excuseer dat het moeilijk verstaanbaar is. Dat is gewoon gekomen omhoog dat het een one-take shot is geweest. Dat ik de muziek rechtstreeks er heb opgezet en niet achteraf. Daarbij kon ik die muziek ook niet meer verwijderen uit mijn vlog. En daarbij mijn excuses ervoor. De volgende keer let ik er wel op. Omhoog van dat daar wat reclamaties rond zijn geweest. Ja. Maar bij deze, ik kan haar toch nog wel zien. Dus ik ben er wel blij om. En ja, knuffelen, kussen, dat zal wel even er niet meer in zitten. Dus daar moet ik er nu wel van profiteren dat ik het nu nog wel kan. Maar... hey, we weten nog niet of we gaan vloggen of niet in mijn tuin. Want ik weet niet wanneer mijn medebewoner ook wil roken, want die rookt ook. Mm-hmm. En... maar bijvoorbeeld als jij even alleen met mij in de tuin zit en je wilt dan nog iets zeggen tegen de kijkers, bijvoorbeeld hoe het gaat met jou... dan moet ik dat altijd in mijn vlog zeggen. Dan geeft zij dat ook wel aan. Dan geef ik dat aan. Maar ik denk dat ik in deze 2 weken... heel weinig. Liever niet in de vlog kom, omdat ik dan wil genieten van Dimitri dat die bij me is. Mm-hmm. Want...
Ik ben echt iemand die het daar moeilijk mee heeft. Ook al mag ik hem nu zien en mag ik mijn mama zien. En ja, het blijft moeilijk om continu binnen te zijn. En ik denk dat als het mooi weer is, dat ik continu buiten ga zitten. En kleuren of zo. En waar moet je sowieso al de eerste 3 dagen aan zich bevinden? Nee, dat gaat nu niet. Dat is nu niet, hè? Jawel, de eerste 3 dagen wel, hè? Dat je niet kan getest worden. Moet je toch op je kamer blijven de eerste 3 dagen? Nee. Als ze gezegd nee? Ah, oké, okay, sorry nee. Voor de informatie. Als ik getest zou worden, dan moet ik 3 dagen op mijn kamer blijven. Ah, zo. Voor de uitslag. Oké, okay, nu ben ik ook mee. Maar als ik. Maar nu dat ik niet getest kan worden, moet dat niet. Maar ik moet wel een mondmasker dragen als ik in de gang kom en mijn medebewoner ook. En buiten moeten we dat niet, want dan kunnen we op afstand van elkaar staan. Op 1,5 meter zelfs meer. Ja. Dus bij deze, ik hoop dat jullie op de hoogte zijn gesteld van ja, de situatie. Dus dat het toch wel wat versoepeld is, ook naar ons toe. Want wij hebben het er echt vanaf gezien. Zij heeft geweend, ik heb heel hard geweend. Dus dan moet je al denken hoeveel dat we eigenlijk van elkaar houden. En dat had ik zelfs ook niet verwacht. Zij had dat niet verwacht. Ik had dat niet verwacht dat zij ging huilen voor mij zo fel. En zij had ook niet verwacht dat ik heel fel ging huilen voor haar. En alleen, het zit nog al een klein beetje de schrik nu wel in. Dit is nu een nieuwe relatietest. Dat we doorstaan. Gaan doorstaan. Maar we weten sowieso, onze relatie is daar echt heel sterk genoeg in. Want we hebben hier nu al hoeveel maanden zitten we samen? Bijna 3 maanden zitten we hier, 24 uur of 24, 7 dagen op 7. Bijna op elkaars haar kop te zien. En ik op zijn kop. Ja, en dus ik vind dat een hele goede relatietest is alles geweest. Ook om gaan samen te wonen, want daar is er ook al te sprake in gekomen. En dan niet alleen. Wij hebben ook veel ruzies gehad en ook veel woordenwisselingen. En daar zijn we ook door gekomen, dus... Ja, bij deze. Dus ik ga nu hier afronden met deze speciale video voor alleen maar voor Discord. Dus vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan moet je toch niet zeggen als dat voor de Discord is eigenlijk. Misschien zitten daar ook niet-abonnees er nog tussen op mijn Discord. Ah ja. Voilà. Daarbij, dus vergeet ook niet op het belletje dan te drukken. Want daar komt ze even ertussenin. Allee. Mensen, ik zie jullie allemaal terug op de vlog. Goed zo. Salut. Zo, we hebben lekkere macaroni met kaas en hesp gegeten. En ik heb ook al de afwas gedaan. Toppie, ik ben de vlog aan het uploaden. Toppie, we gaan zelfs ook naar Enzo Knol kijken. Die heeft zelfs geüpload binnen een paar minuutjes. Ik ga straks gewoon eens kijken binnen 3 minuten. Dan staat weer al een nieuwe vlog van Enzo Knol online. En dan kunnen we daar ook weer naar gaan kijken. Het is zaterdag. Dat betekent ook om 5 uur. Dan komt ook nog StukTV aflevering online. Ik weet niet juist welke aflevering dat er online gaat komen. Ik ga niet naar buiten. Zal ik eens kijken wie allemaal buiten zit? Nee. Alice zit buiten. En dan nog een... Die bovenburen daar, die zitten ook buiten. Lekker van het zonneken aan het genieten. En de gras is hier ook gedaan. Ik zal het jullie eens laten zien. Kijk eens. Het gras is helemaal gedaan. En dan vertrekken die dames juist als ik iets aan het zeggen ben. En die kijken dan naar boven. Die dames aan het lachen, lol. What the fuck? Ja, oh ja, ik moet nog een kleine afwasje doen. Dan is dat er ook weer al erdoor. Mijn schatje gaat subiet nog even skimmen met Tamara. En dan, ja, begint onze avond. Ja, misschien als... Onze laatste paar avonden.
Wacht, hè. Ik ga even bij mijn schatje zitten. Zeg het nog een keer. Dat we nog 2 avonden samen zijn. Ik weet het. Dus dat wordt weer... Wennen. Ja. Ja, ze is wel moe. Omhoog van dat ze ook goed gegeten heeft, hè. Ja, ik ben gewoon de hele dag al moe. Ai, 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 toch. Maar binnenkort is dat gedaan. Ja. En daarom dat ze ook niet even in beeld wil komen. Hm? Ja, inderdaad. Want ze ziet er echt moe uit. En ik ook trouwens. Want ik heb ze te koken, afwassen, de vlog in elkaar gestoken. En dan ook nog wel wat filmpjes gekeken in de slaapkamer. Dus ja, bij deze ga ik hier ook beëindigen deze vlog. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet hier onderaan te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van het rijden en zeilen. Wanneer dat er een nieuwe vlog online is gekomen. En ik hoop dat ze hier ook rap gaan voorkomen voor deze barsten. Dus tot bij deze. Salukes en tot morgen. Zo. Ik ga nog even op verplaatsing naar Jurgis. Christmas zoals die nu Veranos zomerbar heet. Dus een kleine toevoeging nog aan mijn vlog. Want ik heb al mijn auto al gedaan. En ik wist niet dat ik nog op mijn verplaatsing zal gaan. Hoi, hoi. Hoi. Ik ga lekker een milkshake halen. En dan nog een bakje aardbeekjes met mokka crème erbij en chocoladesaus. Oh my, dat kan wel dienen. Nu word je te horen. Bij Jurgen. Bij Jurgen? Ja. Is Jurgen terug open? Ja, Veranos Summerbar. Maar je mocht daar nog niet iets gaan drinken ofzo, dus alleen maar afhalen. Ah zo ja. Ik heb gisteren nog afgehaald, anders deed ik je niet meebrengen. Maar ja, zeg, ik ben dus door. Ja. En die groene kodin. Ja, voilà. Dus ik kan het nu wel zeggen, die groene kodin staat er nu weer al. En oh. Allee, 3 milkshakes. Dus 2 banaan en 1 aardbei. En dan in een bakje 3 bolletjes aardbeien. 3 bolletjes mokka met aardbeien. Oh. Ja, dat gaat lekker zijn. Dat gaat echt heerlijk zijn. Maar ik moet dan ook wel heel snel thuis zijn. Waarom? Mijn auto is gloeiend heet. Gloeiend heet, dat betekent dat het ijs ook heel snel kan smelten. Jammer genoeg. Jullie hebben al eens een oranje gehad voor naar Jurgis Christmas House te gaan. Dus bij deze ga ik jullie dan ook nu laten. En bedankt voor het kijken voor deze kleine extra toevoeging aan mijn vlog. Ik ga nog een kleine toevoeging zelfs doen. Ik ga het ook laten zien hoe de ijsjes eruit ziet met een foto. Allee, tot de volgende. Yo!